De kerst is in aantocht en ik ga in gesprek met Annie Stelten over haar kerstversieringen. Ik krijg altijd kerststukjes van mijn kinderen. En de meeste mensen, ja, die gooien dat weg. Maar ik bewaar het altijd jaren. En dan doe ik zelf weer die stukjes allemaal opmaken. Ik koop nooit geen stukjes. Ik maak ze altijd weer helemaal mooi op. Ja. En hier staat er één op de tafel van. Ja. Daar staat er ook één op mijn pilaar. Ja. Die heb ik ook gemaakt. Ja. Maar het zijn allemaal van wat stukjes gegeven is. Wat vind je er dan zo leuk aan om kerststukjes te maken? Nou, ik vind het ook wel eens leuk als iemand, zoals er wonen daar twee oude mensen. Ja. En die hebben helemaal niks. Ja. En dan vind ik ook wel leuk om zo'n stukje te geven aan die mensen. Ja. Nou, hier heb je dan de stal. Ja. En... Eerst was de versiering, dat heeft mijn man allemaal gedaan. Want ja, daar is hij dagen mee bezig. Hij is er wel, 6 december is hij ermee begonnen. Omdat, ja, Sinterklaas is dan weg. Hè? Mm. We hebben eerst die Sinterklaas feest gehad voor de kinderen. En nou, dan gaan we aan de kerst beginnen. En dan heeft mijn man, die heeft dat allemaal die lichtjes gedaan. En het is, ja, het is... Het is een heel werkje, maar ik heb de dingen wat er omheen komt, weet je, zoals de staal neerzetten en zo, dat doe ik allemaal. Kerststukjes maken doe ik ook elk jaar. En dan doe ik er een voor mijn dochter, maak ik er een en vind dat altijd leuk. Ik heb altijd van die hele mooie kerststukken gemaakt. Die staal ook, die heb wat met mij. Wat heeft die dan met jou? Ja, het kind wordt geboren en het is dan... iedereen krijgt een baby, zeg maar, in die tijd. Hmm. Hè? Op het 1 januari. En dan is dat, ja, voor mij gun ik dan iedereen die sterkte dat ze gezond geboren zijn en zo. Ja. Maar, ja, ik ben gelovig. Ik ben ook daarin gelovig. Ik ben ook grootgebracht met de Bijbel. Hè? Ja. Mijn vader las altijd de Bijbel voor, vroeger. Ja. En... Dat vond ik altijd zulke mooie verhalen. En vind je nou deze versieringen ook dat het bijdraagt aan de buurt? Ik doe het ook wel voor de buurt. Hmm. Dat ze zeggen van, oh kijk ze mooi, ze hebben het zo mooi versierd. Het is ook een sfeer in de straat. Heb jij ook nog een kerstboodschap voor de kijkers van Omdiep TV en voor alle Utrechters? Nou, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Ik wens ze allemaal prettige kerstdagen, mooie feestdagen. Hè? En dat iedereen gezond mag blijven. Want het is een tijd dat de mensen allemaal maar ziek worden. Hè? En het is ook niet zo leuke jaar. Wat we meemaken. Want de mensen moeten het allemaal met maar minder doen. Hè? En ik wens ze allemaal dat ze toch een beetje kerst kunnen vieren. Hey, maar dan wens ik je ook namens Omdiep TV hele fijne kerstdagen toe. En misschien zeg jij wel gezegende kerstdagen. Dat kan natuurlijk ook. En ik zou zeggen, nou ja, misschien tot volgend jaar. Ik zeg het jullie allemaal in van Utrecht. Oké, dankjewel.